Goedemorgen. Waar ben je gek op? Waar ben je gek op? Ik heb net FIFA 16 gekocht. Daar ben ik ook wel gek op. Voetbal. Hangt natuurlijk samen met FIFA. Dat doe ik in Raalte bij Roda. Met eerder bedoeld was hoor. Dat weet ik niet. Ik vraag het algemeen. Boah. Maar lekker eten. Ik hou wel van huisdieren. Van dieren en muziek. En eten muziek. Mag ik een vraagje stellen? Nou, dat ligt aan. Dat bepaal ik pas wanneer ik weet wat de vraag is. Dat is wel een leuk antwoord. Ja. Nee. Waar bent u gek op? Waar ik gek op ben, op Enschede. Dat vindt u leuk? Ja, ik vind Enschede een leuke stad, ja. Dus ja. U zegt, ik ben echt gek op Enschede? Ja, ja. Allemaal man. Waar bent u gek op? Nou, dan ik uiteraard, ik kom mijn vrouw natuurlijk. Dat kan niet dat. Dat is een mooi antwoord, of niet? Waar bent u nou meer gek op? Ik ben blij dat ik gezond ben. Dat is lekker rijk dan. Ja, ja. En dat koestert u? Ja, wat dacht je nou? Bij heel veel. Heel dankbaar voor. Ja, wij hebben heel wat operaties meegemaakt. En gezondheid is bij ons nou wel belangrijk. Mama, mijn kind. Vind je belangrijk? Ja, heel erg. Ja. Dat is het allerbelangrijkste in het leven. Ja. Als ik die vraag stel, dan zeggen sommige mensen die zeggen, ja, ik ben gek op appels of zo, of peren, weet nee. Ik, of eten. Nee, gezin is toch de basis, denk ik, hè? En daarnaast samen lekker eten. Dat mag ook wel. Dat mag ook wel, ja. Nee, mijn man en mijn kind is wel het belangrijkste. Daar doe je het mee, de basis, hè. Waar ben ik gek op? Chocolade. Chocolade? Ja. En wat voor type chocolade? Hazelnootchocolade. Melk of puur? Melk met hazelnoot. Ja. En het liefst van die hele hazelnoot? Ja, dat vind ik. Waar ben ik gek op? Mooi weer. Mooi weer. Lekkere zon, warmte. Daar hou ik van. Oh, pasta. Pasta. En vrouwen. Pasta. En vrouwen. Ja. Wat voor soort pasta? En spaghetti of macaroni. Eet u graag? Ja. Ja. Op die menneke. Op dat menneke? Ja. Dat is uw lust in uw leven? Nou, dat niet, maar het maakt me wel heel blij, ja. Het maakt u heel blij? Zoals hij van allerlei dingen kan genieten. En als zie je dat uw kleinzoon? Ja, zo is dat, ja. Boodschappen doen? Ja, of altijd winkelen, altijd. Elke dinsdag wij zijn komen hier. Lekker winkelen. Ja, tuurlijk wel. Dus dat bent u gek. Waar bent u nou meer gek op? Ook boodschappen, ja. En koken. U mag graag koken? Ja. Onze hobby. En wat kookt u dan? Turkse gerechten. Ja. John, kijk, mooi weer. Daar geniet ik van. Ja, zeker, absoluut, ja. Ja. De zon is, dat maakt me blij. Ja, en daar geniet ik van, ja, absoluut. Op vakantie. Ja. Waar bent u nog meer gek op? Oh, op mijn vrouw natuurlijk. Ook wel? Ja. En nou leg ik u de koers voor. Ja. Waar bent u gekker op vakantie of op uw vrouw? Ja, moeilijke vraag. Maar laat mijn vrouw maar nemen. Ja, laat maar doen. Ja. De vrede in huis, denk ik, of niet? Maar u zegt, ik mag ook graag op vakantie gaan. Ja. Waar gaat u dan naartoe op vakantie? Nou, veel naar Duitsland, Oosten. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer. Het is mooi weer. Ja, dat is het. Waar wordt u gelukkig van? Van deze aanbieding. Van deze aanbieding. En wat voor aanbieding mag dat zijn? Ah, jongen, hoe... Nou, word ik gelukkig? Ik word gelukkig van een zonnetje. Van het zonnetje. En even rustig hier wandelen. Dat weet ik niet. Oh, bent u niet zo gelukkig? Nee. Oh, dat vind ik. Oh, nee, ik wil niet gefilmd worden. Gelukkig van mijn man en van mijn kinderen en dat ik oma word. Kijk eens aan. Ja. Daar wordt u gewoon blij van. Daar word ik echt blij van. Dus uw gezin vindt u heel belangrijk? Het belangrijkste. Het allerbelangrijkste. De zon die vandaag schijnt. Dat vindt u lekker, heerlijk. Vind ik heerlijk, ja. En waar word jij gelukkig van? Ja. Nou, van een moeder die heel gelukkig is natuurlijk. Daar geniet je van. Ja, fantastisch. Dus met andere woorden, als je moeder gelukkig is, ben jij ook gelukkig. Ja. Dat vind je wel belangrijk. Ja, de mensen om je heen, heel belangrijk. Mensen om je heen is algemeenheid. Ja. Als je kinderen gelukkig, dan ben ik gelukkig. U zegt, als mijn kinderen gelukkig zijn, dan ben ik ook gelukkig. Ja. Ja. Vindt u dat belangrijk? Ja, ja, belangrijk. Oeh. Nou, eerst is dus mijn hoge leeftijd halen. En dat ik 4 van mijn 5 kinderen met de gezinnen hier in deze stad heb wonen. Van mijn familie en mijn vrienden om me heen. Vindt u heel belangrijk? Ja, dat vind ik een belangrijk onderdeel. Dus eigenlijk zet u materiële zaken, vind ik eigenlijk niet zo belangrijk? Nee. Het gaat meer om de familie echt. Wat om mij heen, dat maakt me echt gelukkig. What makes you happy? What makes me happy? My family. Your family? My family, ja. Yeah.
Can you tell about? I don't have high standard for happiness, actually. I think togetherness with my family. If my family happy, then I also happy. Van chocola. Van chocola. En wat voor type chocola? Witte. Witte chocola. Vindt u die lekker? Ja. En moeten er ook nog nootjes in of niet? Nee, gewoon naturel. Naturel. Zijn er nog andere dingen, zeg nog, maar hier word ik ook wel gelukkig van? Shoppen. Shoppen? Ja. En vindt u daar Enschede leuk om te shoppen? Ja, ik werk hier, dus... Je werkt hier ook? Ja. Ook in een van de winkels in de binnenstad? Ja, bij de Only. Van vrouwen? Ja, toch. Ja, dat weet ik. Ik vraag u, waar wordt u dan meer gelukkig van? Niks meer. Alleen van vrouwen? Huh? En wat betekent dat dan van u? Gewoon dat u zegt, ik heb graag vrouwen om me heen. En dan kunt u daar goed mee omgaan. Dus moet u wel lekker kunnen koken? Of, ja, het hele pakket. Hè.